Ja, ja, mensen, het is weer zover. We gaan weer blind daten. U kent het natuurlijk van voorgaande video's, bijvoorbeeld met Stefan en Sean. Wij hebben de knapste gasten van Nederland uitgenodigd. En die mogen op date met de meest gewilde singles van ons land. Het idee is vrij simpel. Er staan mannen achter het doek en onze single mag hun vraag stellen. En elke ronde valt er iemand af. Gaat onze single eindigen met zijn of haar soulmate? We gaan het zien. Vergeet niet te abonneren voor fantastische prijzen, lieve mensen. Doe het. Het is volledig gratis. Het is zo aantrekkelijk. Druk dat rode knopje even in. Ik zou het fantastisch vinden. Doe het nu. Heel erg bedankt voor het gewaardeerd. Duimpje omhoog wordt ook heel erg gewaardeerd trouwens. Dat is ontzettend lief van je. Dankjewel. Vandaag is het de beurt aan. Lies. Ja. Wij hebben de 5 mooiste mannen speciaal voor jou geregeld. Geen vrouwen. Nee, ja, alleen maar. Wow, Frank, jongen. We zitten in 2023, hè? Jij zei, we look alike van Glenn. Wij regelen dat. Is het weer niet goed? Wij hebben de 5 mooiste mannen speciaal voor jou geregeld. En jullie zitten daar? Een momentje, speciaal voor onze sponsor. En de sponsor is Arab. Oh, Arab, yeah. Die fles waar je als je daar water uit drinkt door geurtje denk je dat je iets anders drinkt? Die Arab. Daar gaan we nu even meer over horen. Precies. Hey lieve kijkers, leuk dat jullie zijn ingeschakeld bij de Soul Brothers. Wij zijn momenteel bezig met een healing proces en daar willen jullie wat over vertellen. Ja, ik ben dus de laatste tijd echt bezig to get on another level. Mm. Een level waar ik eerst nog niet was. Ja. En jij voelde waarschijnlijk toen je binnenkwam, daar zit een kreeft. Ja, nee, wauw. Echt waar. En ik voelde meteen een tweeling in jou. Mm. En ik denk ook, kreeften, tweelingen, wat hebben zij gemeen? They need water. Druppels. Druppels. Laatst liep ik buiten, het regende. En ik dacht, ik wil die regendruppel zijn. Ja. Ik wil hem zijn. En ik was hem op dat moment ook even. Ja. Ik was even die regendruppel. Druppel, druppel. Maar wat ik vind dus met water, het is hem niet voor mij. Ik voel je heel erg. Ik voel je heel erg. Bedankt dat je dat deelde. Bedankt dat je dat deelde. En wat betreft het water, het kan zo eentonig zijn. Zo meer van hetzelfde. En wij zijn niet hetzelfde. We zijn allemaal individuen in die leven in het universum en rondzweven. En wat nou als ik tegen jou zeg dat ik wat tegen die saaiheid van water, dat ik daar wat voor heb? Nee. Ken je Arab al? Dat ken ik helemaal niet. Arab is een fantastisch merk. Je doet een potje en dat kan er bijvoorbeeld zijn watermeloen, als je die dag een watermeloen voelt. Die hou je ervan af en die doe je dan op de Arab-fles. Dit is gewoon contains water. It contains is it, water. Is it just water? Just water. And with the watermelon pot, you can have watermelon flavor. And it's amazing. And with Arab, you can now buy it and you have 10% discount code on the whole assortment with Soul Brothers 10. So please go to the link in de beschrijving en dan kan je dus daar Arab baaien. Dankjewel dat je zo lief was. Je was zo goed. Dankjewel. Het voelde heel fijn. Gaan we nu terug naar de video. Lies, neem ons mee. Woehoe! Wat zie je? Wat zie ik? Ja, ik zie voeten over het algemeen. To be honest, hadden het ook best gewoon 5 vrouwenvoeten kunnen zijn. Als ik er zo... Huh? Ja, vind je dat ze een beetje wijvige schoenen aan hebben? Nou, misschien wel. Kandidaat nummer 1, stel u even voor aan mij. Ik ben Mitchell, ik ben 21 jaar. Hoe heet je? Mitchell. Mitchell, oké. Okay. Ga ik niet onthouden. Fantastisch, 21 jaar. Oké, kandidaat... Jezus, dit is echt... Jij bent zo slecht. Ik dacht dat ik hier slecht in was. Mies. Maar ja, gewoon het eerste wat die jongen zegt, haal hem al naar beneden. Hij is Mitchell, 21 jaar, en het is gelijk van... Nou... Wow. Ik zei dat dat goed was. Nee, je zei dat je het niet ging onthouden, toch? Oh, dat ik zijn naam niet ging onthouden. Ja, dat is toch lullig? Oké, nou, waarschijnlijk ga ik Mitchell nu wel onthouden. Ja, kandidaat nummer 2. Ik ben Denzel. De Vries! Ik ben 23 jaar oud. Dat klinkt fantastisch. En ik vind je schoenen ook leuk, want ik heb ze ook, maar dan in een lichtblauwe kleur. Dus... Nou, kijk. Wauw! Nou, leuk. Ja. Een beetje positief thuis. Ja, 3. Vertel. Ik ben Thomas en ik ben 21 jaar. Wat zijn ze allemaal in hetzelfde categorietje van leeftijd? Goed, maar niet uit. Hoe oud ben jij ook weer, Lies? 22. We hebben gewoon een beetje gekeken naar jouw verleden. Wat voor mannen je allemaal hebt. En dan doe je gasties van deze leeftijd. Gasties? Wat? Hallo, hebben ze respect voor ze? Ja, ik dacht echt serieus dat Sean het meest ongemakkelijk was met andere geslacht. Maar jij moet leren, jij bent niet ongemakkelijk. Jij bent meer gewoon onaardig. Ja, maar dat is mijn manier van flirten, oké? Okay? Dat het duidelijk is. Hoe onaardiger ik ben, hoe beter. Laten we daarop houden. Ja, toch de perskut. Kandidaat nummer 4. Ik ben Max, ik ben 20 jaar en ik kom uit het mooie Brabant. Ben je Max, zei je dat? Ja. Max, oké. Okay. Ja, leuk, fantastisch. Alleen, ik moet wel zeggen, van het rijtje zijn dit wel echt by far de lelijkste schoenen.
Even zin in. We hadden net besproken dat ze aardig zou moeten zijn. Nog of niet? We zijn er één minuut geleden. Er letterlijk 20 seconden. Sorry. Hij heeft wel een vlotte babbel. Oh, ja, nou ja. En dan dat zei hij. Gewoon, hij ging in gesprek met me aan. Ja. Nou, dat is heel leuk. Als je nou een keer oplet. Compenseren voor mijn schoenen. Kijk, hier gaat hij weer. Ik verstond er niks van, maar hij praat. Laatste, nummer 5. Ik ben Dylan, ben 21 en ik kom uit het mooie Alkmaar. Alkmaar. Mooie Alkmaar ook. Nooit preaching. Ja, ook, ja, ik vind dit leuke schoenen. Zou ik ook kopen. Wat houd je tegen? Om die schoenen te kopen of naar Alkmaar te gaan? Nee, die schoenen te kopen. Oh, ja. Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Misschien bestel ik ze wel straks. Nou, ik heb voor ze allemaal dezelfde vraag, want dit is gewoon een belangrijke vraag. Gaan we doen. Okay, de vraag is... Wat een stomme vraag, what the f***? Tering, stom maar, prima, doe maar. Ik ben zo gepest. En dan noemen ze mij onaardig ook. Lies, hoe heet nummer 1 ook weer? Ik heb Mitchell, Denzel, je hebt een Max, een Dylan. Ja, Dus anders weet ik niet meer. Maar dat vond ik best wel knap. Nee, dankjewel Lies. Sorry. Lies, oprecht, je doet het veel beter dan Sean. Dat is wel chill, dat je leuke schoenen hebt. Laten we beginnen met kandidaat nummer 1 met de vraag. Okay, mijn vraag is aan jullie allemaal of jullie paardrijden een sport vinden. Ja, nummer 1. Is paardrijden een sport volgens jou? Voor degene die op het paard zit of voor het paard zelf? Nee, voor degene die op het paard zit. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, maar... Ja. Ja? Maar dat lieg je om mij naar de mond toe te praten of meen je dat? Nou, ik zou het niet een heel actieve sport vinden, maar alsnog wel een sport. Soldaat! Wel eerlijk. Nummer 2. Ja, schaken is ook een sport, dus dan moet paardrijden het ook wel zijn. Ga je nou paardrijden vergelijken met schaken? Dat is wat jij ervan maakt. K*** is ook een sport, ja. Nummer 3. Ja, ik vind het lastig. Het is voor mij een beetje dubbel. Ik ben gymdocent en ik zou het zelf in een gymles bijvoorbeeld nooit doen qua sport. Twijfel, maar ik neig meer dan ja dan naar nee. Nou, tot nu toe vinden ze het allemaal kind of een sport. Oké, nummer 4. Nou, ik heb vroeger ook paard gereden zelf, dus ik kan eigenlijk geen nee zeggen. Shit, de lelijke schoenen heeft het paard gereden. Is er sprake van een patroon? En een vlotte babbel. En een vlotte babbel. En paardrijden. En hij komt naar Brabant. En een lul van 4 meter. En nummer 5? Nou, je kan Olympisch goud winnen, dus voor mij is het een sport dan. Shit, ze vinden het allemaal een sport. Is dat goed of niet? Ja, denk het. Nou, Lies, we hebben nu alle antwoorden gehoord. Je hebt echt een ongelooflijk goede vraag gesteld. En nu is natuurlijk de vraag, waar voel jij het meeste bij? En ook nog belangrijker, waar voel jij het minste bij? Ja, vind ik even echt heel moeilijk. Want hier ga je natuurlijk wel de rest van je leven mee blijven. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Want nu ga ik, jullie gaan nu iemand wegsturen aan de hand van mijn... Ja, want wij luisteren 100% naar jou, zeg maar. Ja, 100%. Ik geloof jullie ook 100%. 100%! Als jij zegt wat ik wil, dan gaan we het zo meteen. Ja. Zo is het helemaal. Kijk, qua looks had ik dus nummer 4 weggestuurd, maar ik moet zeggen, ik voel daar wel een connectie. Ja, jeetje, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk om dat nu al te zeggen ook. Maar het zou zuur zijn als we nu nummer 4 naar huis sturen, toch? Nou, de kans is aanwezig. Okay, dus nummer 4 gewoon niet eigenlijk. Nee, die gaan we niet doen. De rest maakt niet uit, maar nummer 4 gewoon eigenlijk niet. Nee. De rest wil je beter leren kennen. Ja, ik wil Denzel ook niet weg, want ik vind zijn schoenen tof. Oké. Dat is... Nummer 2 en nummer 4, niet weg. Naar huis. Ik zit te denken aan nummer 2. Ik zal denken aan 4. Lies, we hebben besloten. Unaniem. We moeten helaas afscheid nemen van kandidaat nummer 2. Wow, echt? Ja. Het is een hoax, het is een leugen. Ja. Oh, je ziet er verdrietig uit gelijk. Ja, oh, maar ik zeg net dat ik 2 niet weg wil. Oh, je wil 2 niet weg? Nee. Wacht even. Gaan we dan nog 2 doen? Zeker. Dan is al 2 met 1000. Ja, nummer 2 gaat eruit. Nummer 2 gaat eruit. Nou, oké, nummer 2. Shit. Woe! Ik vind dit het meest kutte moment. Oh! Shit, hij kent ze. Ik wil hem p***en! Ik dacht letterlijk met Grandpa. Ja, mij, spijt me. Ja, leuke schoenen. Lies, we gaan door naar de volgende ronde. We gaan de blinddoek mag weer om en we gaan het roldoek een beetje omhoog zetten. Ja, Lies, je mag omdraaien. Ogen open. Ja. Kijk eens naar links. Jezus, wat een skinny jeans. Zo, die is inderdaad skinny, ja. Jeetje, ik moet het even in me opnemen hoor. Mag ik eentje dichterbij ook kijken? Ja, je mag voelen zelfs. Je mag alles doen. Niet te dichtbij, hè? Oh. Hey, hij heeft sowieso, die 2 heeft een stijve, want hij heeft zijn handen voor zijn kruis. Ja, kom maar. Ik zat heel erg te kijken bij kandidaat 1 wat er nou op dat bandje stond, maar ik kan er niks van maken. Kan je mij vertellen waar dat bandje van is? Van een zeilrace meegedaan, van Den Helder naar het noorden van Engeland. Oh. Sick. Kan je dat even vertalen, Lies? Ik verstond er helemaal niks van wat hij zei. Ja, jullie weten hoe ik me over het algemeen kleed. En dat is dat ik zeg maar ver weg van skinny jeans blijf. In een man zou ik op zich ook zoeken dat hij ver weg van een skinny jeans blijft. Maar hij heeft wel een lekker kleurtje. Dus of hij komt net van vakantie. Jij valt wel op een kleurtje, toch? Ik hou daar wel van, ja. 2. Ja, ik denk van alle broeken dat ik deze broek het nicest vind. Hij heeft ook leuke armbandjes om. Ja, als je mensen naar... Doe maar. Maakt het zo. Oké, daar gaan we weer. Mooi. Ja, het is zo wat ik altijd zo lekker vind bij jou, dat ik dit kan doen. Ik zeg, kom op dan.
Wat mij dus opvalt, is dat niemand zijn handen naar beneden heeft behalve nummer 2. Nummer 2 dat misschien doet omdat hij weet dat hij mooie handen heeft. Want ik vind dat hij mooie handen heeft. Nou, dankjewel. Ik zit wel naar die armbandjes te kijken. En ik vraag me heel erg af wat het verhaal erachter is. Want het is echt zo'n armbandje van, ik denk, dat krijg je van je vriendin. Vriendin niet, het waren mijn stagekinderen uit groep 8. Oh, oké. Nee, precies. Fijn. Cute. Stagekinderen. Ja, cute. Mijn stagekinderen. Waarom? Ja, dat is best wel pedofiel. Dat is niet chill, man. Ja, eigenlijk ben je nummer 4, maar nu nummer 3. Zijn outfit wordt wel echt steeds erger. Ja, de beige. De beige. Ik weet niet, de meeste vrouwen vinden dit wel mooi, hoor. Ja, maar ik ben niet de meeste vrouwen, hè. Ja, en dan nummer 4. Ja, ik heb eigenlijk ook weer niks op aan te merken. Ja, wacht maar totdat je zijn gezicht ziet. Ik word hier zo uitgelachen. Ik vind het al zwaar genoeg. Ja, dat snap ik, maar ik snap ook niet meer waarom ik Sjaan uitnodig. We hebben een loslopende hond hier gewoon. Lies, ja. Heb jij één vraag? Stel, je wordt het en je gaat mij meenemen op date. Vertel, hoe ziet die date eruit? Ligt een beetje aan wat weer is. Temperaturen 4 graden in het noordoosten, verder in de middag regen. Nou, kunnen we ergens op een picknick, ergens wat gaan drinken, op het terrasje zitten. Eventueel daar nog wat anders doen. En wat ga je daar wat anders doen dan? Ja, wat is er wat anders? Kunnen we nog naar een film gaan? Film. Oh, film gaan op eerst op een date. Ja. Kon je gewoon elkaar beter leren kennen? Ja joh, picknick. Gezellig toch? Fantastisch, lekker het zonnetje. Ik hou van buiten zijn, ik hou van eten. Twee, vertel. Ik zou denk ik jou meenemen naar een gamehall ergens. Een beetje competitie, een beetje strijd. Kijk. Hij heeft opgelet. Jij volgt mij, denk ik. Nou, ik zal je verklappen dat ik de enige was vanochtend die je niet volgde. Maar als het gezellig wordt, dan kunnen we daar natuurlijk verandering in brengen. Oh shit, maar hoe weet je dan dat ik van gamehall? Ik weet niet, hebben we overeen dan? Gezellig? Ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij mij niet volgde. De aardbeving gebeurde rond 4 uur. En ik denk daarna nog ergens even een drankje drinken in de stad. En dan casual uit elkaar, want dat blijft een eerste date. Casual, ja, oké. Okay. Casual uit elkaar, hoe zie je casual uit casual elkaar? Casual uit elkaar trekken, dat was nog niet klaar. Casual. Ja, gewoon casual, gewoon van, kan je nu uit elkaar trekken of niet? Ja, precies. Ja, goed, leuk. 3, vertel. Ja, wat jij wil, Lies. Ik ben best flexibel daarin. We kunnen heel veel dingen doen, maar als het aan mij zou liggen, dan denk ik eerst uit eten. En misschien een wandelingetje door de stad of zo. Gewoon best wel eigenlijk een beetje als je aan een date denkt, wel een beetje de standaard date. Het is natuurlijk niet voor niets een standaard date, omdat het over het algemeen chill is om elkaar goed te leren kennen. Dus ja. Hey, Lies, mag ik even tussendoor zeggen? Je bent heel goed bezig. Ja. Het samenvatten, je bent heel positief. Ja. Vind je heel leuk. Dank je, ik doe heel erg mijn best. Ik herken je karakter helemaal niet terug. 4, ja. Ga lekker naar het strand of naar het bos. Misschien ergens wat drinken. Nou, ja. Je hebt de klimduin om de hoek, als je nog naar boven wil klimmen. Ziek, oké. Okay. Komt wel bij allemaal, komt gewoon terug vooral een drankje drinken. Volgens mij is dat gewoon bij alle 4 een beetje. Maar dat past ook wel bij jou, aangezien je heel veel alcohol drinkt. Ja, ik ben ontzettend een alcoholdrinker. Nou, toen had ik dus een drankje op. Nou ja, goed, dan zoen je een keer met elkaar. Ja, zo gaat dat. Lies, je hebt nu een beetje in deze ronde geproefd van het romantische aspect van deze mannen. En je hebt ook weer iets meer kleding gezien. Waar voel je nou echt wel iets... Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik dus qua outfit 2 de beste vind. En ik vond ook zijn antwoord het best. En stel, je zou iemand moeten kiezen waarvan je denkt... Nee. Ja, ik denk 1 dan. Wij gaan even een overleg en we komen zo even lekker bij terug. Moet je dit belonen. Ja. Met honden beloon je ook als iets goed. Ja, inderdaad. Moet inderdaad een beetje zo vergelijken. En Doggy vindt ze ook wel lekker. Zullen we dat gewoon doen? Ja. We gaan nummer 1 wegsturen. Nummer 1. We hebben naar je geluisterd. Luister naar je. Gebeden zijn gehoord. Ja, nee, maar je hebt het goed gedaan, ja. Woe! Oh, yeah! Echt heel leuk dat je er was. En ik dacht, het voelde me heel erg vlijt dat je jou moet echt fietsen. Ze liegt. Lieg, Sarah. Lies, ja. Oogjes dicht, draai om. We gaan het... Briljante keuze! Lies, oogjes open, draai me even rond. Wat zie je? Ik zie mannen. Hey! Nou, het is best wel grappig. Het blijft een beetje hetzelfde verhaal de hele tijd. Het lijkt alsof de kleding op elkaar is afgestemd. Alsof het telkens dezelfde personen zijn, zeg maar. Zoals ik over. Dit sloeg echt neer. Nee, maar vertel, sorry. Ja, ik vind de outfit van dit nu dan nummer 1 de leukste. Dan bij nummer 2, ja, nogmaals, hij heeft een hele vlotte babbel, maar de outfit wordt er nog steeds weer niet beter op. Ik kan me wel voorstellen dat er wel echt oprecht vrouwen zijn die nummer 2 gewoon. Nee, 100%. Kijk, hij heeft zijn best gedaan, hij ziet er heel netjes uit, alleen dat is gewoon niet mijn stijl. Ik zeg ook niet dat zijn outfit als een karakter niet. In ieder geval. Hij ziet er wel verzorgd uit. Dat is wel, niet ja. Jouw stijl, hij maar best, hij heeft zijn best gedaan. Ja, en hij ziet er verzorgd uit. Het is schoon, het ziet er gewoon gestreken uit. Het lekker. Ik versta geen reet, maar ik voel de vibe wel. Alleen is zijn mouw iets te kort, maar... Oh, dat heb ik expres gedaan. Omdat je houdt van grote handen, die dan uiteindelijk ver kunnen reiken. En nummer 3? Ja, weer hetzelfde verhaal. Ja, simpel, maar prima. Heb jij een lichaamstype waar je opvalt? Ik val over het algemeen op wat kleinere mannen. En dan ook liever op... Hoe zei ik het nou net tegen jullie? Had ik daar een heel goed naampje voor. Dat is liever te fors dan...
weer een feestje. Ja, liever iets. Nee, ik zei niet fors. Ik had een ander. Iets meer chubby? Nee, gewoon dat er iets meer is om vast te houden. Vind jij een buikje erg? Kijk bijvoorbeeld even naar Sean. Ja, precies. Sean heeft nu bijvoorbeeld geen shirt aan. En hij spant nu niet aan, hè? Hij spant nu niet aan. Dit is gewoon een natuur ervoor. Oké, duidelijk wat betreft de outfit. Er zijn er maar 3 over. Hier moet je natuurlijk de rest van je leven bij blijven. Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat je de goede kiest. Heb jij een vraag? Nou, ik mag er nu 2 stellen, toch? Je mag er 2 stellen, absoluut. Oké, dan heb ik eerst een hele normale vraag. Ik wil gewoon even weten wat je doet. Ja, ik ben gymdocent op een basisschool. Ja, oké, leuk. 2? Animatie, video editen. Oh. Ik wil bij Frank gaan werken. Ja, precies. Aangenomen. En nummer 3? Barista. Oh, barista. Oh, vet. Pas, ik ga even een koffietje halen voor mij. Ja, die kan koffie maken. Leuk. Ik drink geen koffie, maar wel leuk. En dan heb ik ook nog een vraag die Frank zich onwijs afgaat. Want Frank vindt namelijk mijn lichaam echt perfect. Dat hij hem toevallig. En die vroeg zich dan af, hè, of jullie dan met mij zouden daten als ik niet dit lichaam had. Nee, het uiterlijk. Ging niet per se om het lichaam, maar gewoon... Dat zeg jij net! Jij zei wel echt het lichaam. Dat zei ik meer aan mijn... Je had het over en reet en zo. Ja, dat heb ik dus allemaal echt niet gezegd. Oké, nou, sorry, allemaal verkeerd begrepen blijkbaar, maar we zullen het even terugzien in de edit wat hij zei. Oké, prima. Ja? Oké, vertel, nummer 1. Ja, het klinkt heel gewenst, maar ik val dus echt meer op innerlijk dan op uiterlijk. En innerlijk moet ik nog leren kennen, dus wie weet. Ik cap. 100% cap. Zeg? Nee. Oh, de mannen zijn verdwenen. Oh, sorry. Maar we moesten echt, jongen, wie zei dit? Dit was 1. Wat een saai antwoord. Echt, Sean is echt gewoon 1 keer in de minuut moet je me gewoon echt een kwets geven. Oké, 2. Ja, dat ligt eraan. Kijk, ik weet niet wat ik van je karakter vind. Als dat, ja, stel dat was het wel goed, dan had ik het al misschien wel gedaan. Oké, wat ik hieruit kon halen, want nogmaals, ik ben doof, is dat het zeg maar aan mijn karakter ligt, want dat weten we niet. Dus het ligt sowieso aan jou? Dat is ook een stomme vraag. Ze weten toch niet wat mijn karakter is? Ik heb soms wel een beetje het idee als ik denk van nou, ik geef me op voor een datingprogramma bij een bepaalde persoon. Misschien weet ik een beetje hoe die persoon is, omdat ik hem volg op Insta. Ik hoop er misschien zoiets. Nou ja, nummer 1 volgt mij natuurlijk niet, dus die weet ik. Maar goed, ja, misschien, oké, nummer 3. Ja, wat ik voorbij zie komen op de stories vind ik wel gewoon gezellig. Dus waarom zou het aan het lichaam liggen? Kijk, maar weet je, nummer 3 doet wel gewoon heel veel goede dingen. En nummer 2 eigenlijk ook wel. Nummer 1... Tap. Er zitten kinderen ook. Waarom? Kijk, we gaan nu natuurlijk over tot de laatste 2 kandidaten. Wie denk jij nu, als wij er allemaal nu niet waren, hadden we waarschijnlijk nu liggen... En je mag niet één van ons drie kiezen. Nou goed, daar ga ik dus geen antwoord op geven, maar om even... Nee, maar Lies, even serieus. Waar voel je het minste, waar voel je het meest bij? Ik voel het meest bij onze leraar. Oh ja? Okay. Waarom? Nou, ik vind zijn outfit leuk. Ik vind zijn stem chill. En ja, ik vind het leuk dat hij een gymleraar is. Ja, ik heb niks met kinderen, maar het zegt wel iets over een man als ze goed zijn met kinderen. Veel geduld en zo. En je hebt ook veel geduld nodig bij mij. En jij bent zelf natuurlijk ook nog een beetje een kind. Exact. En je bent een pedoseksueel blijkbaar. Wil je nog iets zeggen tegen ons, zodat we uiteindelijk beslissen met wie je naar de finale gaat? Ja, kijk, weet je, het is... Ja, ik vind het zo lullig om dan alleen op die outfit, maar het is gewoon echt een hele erg afknapper voor mij. Kleding maakt de man, hè? Ja, maar weet je, aan de andere kant, Glenn Fontijn, is die nou echt leuker dan wat je nu voor je hebt? Ik zou eerder voor dit kiezen dan Glenn Fontijn. Dankjewel, Frank. Ja, geen probleem, boys. Soldaat. Oké, wij gaan even in conclave komen over een paar seconden bij je terug. Ja, dank u. 12 seconds later. Oké, Lies, we hebben besloten. Wij willen, omdat jij echt deze... Jij gaat weg. Omdat jij echt je best hebt gedaan, willen we naar je luisteren. En wij gaan dan toch... Nummer 2. Wegsturen. Ja. Zij heeft een hele leuke kop. Ja, shit, maar waarom zei dat dan eerder? Wat ik het leuk vind! Shit. Ja, nu wordt het wel hard om daar overheen te gaan voor deze 2. Dames en heren, we zijn aangekomen bij de finale. Lies mag 1 vraag stellen aan hun, voordat ze uiteindelijk zichzelf tentoonstellen aan jou. Nou, is dit best een moeilijke vraag. Ik denk vooral voor nummer 1, omdat jij mij niet volgde. Klopt. Toch is de vraag, wat zijn de raakvlakken van ons waarvan je denkt, daarom gaat het gewoon echt wel werken? Wat ik een beetje hieruit heb meegenomen, is dat je niet op je mond gevallen bent. Nou, dat vind ik wel leuk, daar hou ik wel van. Je moet niet over iemand heen kunnen lopen. En dat over kinderen, daar kom je nog wel overheen. Hoe bedoel je die laatste? Als in, je zei dat je niet zo heel erg van kinderen hield. Nee. Maar ik heb wel echt een kinderwens. Ja, want ik dus niet. Ja, nummer 2. Waarom zijn wij een goed koppel? Nou ja, waarom niet? Is misschien een betere vraag. Qua persoonlijkheid, ja, je bent gewoon geweldig wat dat betreft. Je bent gewoon lekker open. Dit is zo goed voor mijn ego. Ga er maar door. Ja, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Je ego moet juist niet te groot worden. Ik denk dat je daar ook bij kan helpen. Nou, ik weet niet of het nog groter kan dan niet al is eigenlijk. Oké, Lies. Had ik zelf natuurlijk helemaal niet aan gedacht! Lies. Dan is het moment nu nog echt gekomen. Je hebt genoeg informatie over onze 2 finalisten. En dan is het nu aan jou
om te bepalen, ga je voor nummer 1 of nummer 2? Ik vind het zo'n moeilijke keus. Waarom twijfel je heel erg dan? Nou, omdat ik ze best wel, ik vind ze best wel zelf, dus niet het goede woord, maar wel een beetje hetzelfde vibeje hebben ze. Heel vriendelijk. Lieve vibe. Zullen goed voor je zorgen. Ja. Is leeftijd een ding dat meespeelt? Nee, ik vind ze allebei vrij jong. Ik weet het dus eigenlijk echt niet, maar als ik dan even uitga van het gevoel wat ik de laatste rondes had. Op dit moment, moet ik zeggen, vind ik ze dus vrij gelijkwaardig. En je moet altijd van je eerste gevoel afgaan. Ik ga dan voor nummer 1. Ja. Nou, nummer 2, kom maar. Oh, ik wil het niet weten. Oh! Het is wel leuk. Het is Fleming. Het is Fleming, het is de broer van Fleming. Nee, kut. Ik ga jou vertellen dat het... Nou, Lies. Ja, moment of truth. Go je hebt meegedaan. Daar komt hij. Jouw broer van Fleming. Nou, mensen, dit was natuurlijk waan en waanzinnig. We hebben Lies natuurlijk weer gelukkig gemaakt. Na het blamage met Glenn is het nu uiteindelijk een tijd voor een echte leuke gozer. En die heeft ze gevonden. En, mensen, bedankt voor het kijken. Ik ga nog steeds abonneren. En vergeet niet de R op link in de beschrijving. Mensen, mag je bedanken voor het kijken. Tot volgende week. Ciao. Gang. Ze groeten!